Welcome back. I knew you would return eventually. Please look down at your feet. This number you see represents the number of power stars you need to access another world. Whether you succeed or fail, just attempting the challenge will show something about your character. Yahoo! Daar ben ik weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we eventjes een shortje gehad, aangezien dat ik alles toch... het was hartstikke warm, maar ik wou toch nog stiekem even uploaden. Wat ik heb gedaan is, zoals je dus zeg maar hier ziet... ik heb dus de bos verslagen en dat heb ik offscreenetje gedaan omdat hij moet nog een keer verslagen worden. Spoiler! Maar nou kunnen we dus precies zien hoeveel sterren dat er nog te halen zijn en dat is een totaal van 34. Door dit te doen hebben wij iets nieuws unlocked. We hebben namelijk unlocked Purple Coin Prankster Comet. Deze staan dus hier, nou staat er eentje toevallig. En we hebben dus nog een hele nieuwe galaxy te onderzoeken. Het nadeel van deze Prankster Comet is, ik zal er eentje laten zien, waarom niet? Ik bedoel, we zouden ermee gaan beginnen. Deze noemen hier trouwens, daar kun je altijd mee praten en die zal de Prankster Comet eventjes opschudden, zodat je dus Prankster Comet kunt pakken die je zou willen hebben. Nou komt het! De Purple Coin Missies, die zijn een pain in de butthole. Zoals je hier kunt zien, Purple Coin Comet in Orbit, in Good Egg Galaxy. Dit is een van de gemene Purple Coin Missies. Aangezien dat deze overal verspreid liggen. Deze sterren die vind je dus overal. Of ja, deze muntjes. Ik zit nog lekker even aan de koffie. Wat dus de bedoeling is. Is aangezien dat we dus een purple coin missie hebben. Laat ik eigenlijk zien wat dus de bedoeling is. Je hebt verschillende purple coin missies. Je hebt purple coin missies die je dus moet halen. Binnen een bepaalde tijdslimiet. Je hebt purple coin missies dat je gewoon 100 muntjes moet halen. Je hebt purple coin missies die hebben meer als 100 muntjes, maar je hebt er maar 100 nodig. Deze zijn, zoals ik al zei, zwaar irritant. Dus wat ik ga doen bij deze levels is fast forward. Because, dat is wel natuurlijk het makkelijkste. Dus ik vind het jammer om deze aflevering te moeten beginnen met een fast forward. Maar aangezien dat dit een nieuwe ding is, dacht ik bij mijn eigen waarom niet. Dus laten we fast forward beginnen. Was heel even te zoeken hoor, voor die laatste, sorry. Maar goed, we hebben dus de 100 muntjes hier gehaald. En op zich is deze niet zo moeilijk, aangezien dat je hier moeilijk muntjes kan verliezen ofzo. Maar het is heel eventjes moeilijk om te weten waar dat je geweest bent en waar niet. Dus even... Ik moet zeggen dat na 2 dagen mijn stem toch al behoorlijk goed gerecoverd is, aangezien dat ik geen stem gisteren meer over had. Maar ja, dat is natuurlijk bijzaak. Dus ik moet nog heel even snel... Doe alles eventjes snel achter elkaar. Oké, dus dan krijg je ook het meldingje tot de galaxy compleet is. En tot we dus ons geen zorgen meer hoeven te maken over die betreffende galaxy. En als we dan terug gaan zien we ook tot heel die galaxy compleet is. Nou zien we dat hier nog ooit een prankster comet zou verschijnen. En voor de rest is alles hier compleet. Op het moment dat je een galaxy 100% compleet hebt, wil dat zeggen... tot het dan in die dome, daar zou dan gelijk een... gigantische ster komen te staan en alles. Maar goed, ondertussen dat we dus Bowser hebben verslagen, was er een nieuwe chapter geëdit in het chapterboek voor het voorlezen en alles. En ik had die levens nog niet gepakt. Ja, hang in de Luigi, dat weten we. Altijd zekerheid. Ik bedoel, ik hou niet echt van game overs, dus daarom ga ik niet voor een game over. Ik bedoel, falen is leuk, maar game over, nee, daar ben ik geen liefhebber van. Wacht even, 64. Maar, nou blijkt het dus, ik denk dat ik wel heel eventjes een voorleesstukje kan doen. Dus ben je geen liefhebber van het voorlezen? Ja, sorry, dan zou ik zeggen, skip even naar voren toe. Maar goed, wij gaan voorlezen. Let us begin.
Chapter 8, The Wish. Though usually quite cheery, one day the girl became sad again. Luma drew close and tried to comfort her. Mama, you still have me! And don't be sad about your mama, because she's a part of you. That means she's always close by. It's like me. I love star bits because they remind me of my mama. No, no, the girl said, unable to stop the tears. A lonely look flickered across Luma's face, but it was soon replaced by a wide grin. I have an idea! I will transform into a comet, a soaring comet that can carry you all on this journey. With that Luma, trailing bands of white soared high into the sky and just as quickly started to plummet back down. Kaboom! Kablam! The ground shook and a bright light poured out of the crater that the Luma had created. The bands of light twisted together to form a comet tail, and the Luma emerged, reborn as a comet. The girl could scarcely believe her eyes. But how? She kept asking. Our destiny says Lumas is to transform into different things, said a red Luma, who had suddenly appeared. Stars, comets, planets, we can become all of these things. When I grow up, I want to become a star that makes someone special smile, said the green Luma. A blue Luma chimed in. That Luma turned into a real cutie of a comet, didn't he? All of the Lumas together said, No more crying, Mama. Thank you, said the girl in a whisper, and she pulled the Lumas close and hugged them. From that day on, star bits no longer fell from the girl's eyes. The comet set forth for the girl's home planet, its long tail blazing proudly behind it. Final chapter, Family. Sorry dat het eventjes doorgaat, jongens. Ik wist niet dat er twee chapters tegelijkertijd zouden komen, maar goed, final chapter. With its many Lumas and telescopes, the comet was quite a sight to behold. The girl and the Lumas were proud to call it home. At a welcome party for new Luma, the girl gathered everyone in the kitchen and said in a louder voice than usual, All right, everyone, let's make a cake! A cake sprinkled with star bits, then it will be a star cake! The Lumas excitedly began to gather the ingredients. As she watched the Luma scurry about, the girl smiled and thought to herself, This is my family now, and I will stay with them until they are ready to leave the nest, and when they do leave, I'll see them off with a smile. Because that's what makes a mother happiest. That night, when the girl lay down to sleep, a soft light enveloped on her and reminded her of the blue planet she once called home. But it would be nice to return home once every 100 years to nap in my favorite sleeping nook. The comet carrying the Lumas and the girl continued on his journey to this very day. With more family members in tow that can be counted, it's said that the comet visits the girl's home planet once every 100 years, its proud white tail glittering in the sky. The end. That's all. My story is finished. Sorry dat het zo lang duurde, jongens. Ik spijt me. Ja, ik dacht dat het maar één chapter zou zijn. Maar nou, we hoeven dus in ieder geval niet meer voor te lezen. Dus wees blij dat we daar vanaf zijn. Goed, dus om ook heel eventjes de nieuwe dome te laten zien. Waar we dus nou naartoe gaan. Ja, we hebben maar één ster gehaald. En dat was een... Purple coin missie. Dit zal wel heel veel mensen verbazen, maar als je dus zeg maar helemaal naar boven toe gaat, dus daar,
kunnen we dus zeg maar naar dat huisje daar komen. En dat huisje, daar kan mensen nogal bekend voorkomen. Omdat het is exact hetzelfde huisje waar je de laatste ster gaat krijgen in Mario Galaxy 2. Voor de mensen die Mario Galaxy 2 Let's Play nog niet hebben gezien. Je kunt hem zo vinden. Dus this is the gate. Nou, en hier in de gate hebben we dus 4 nieuwe levels. Dit is dat huisje waar je eigenlijk begint. Sorry, mijn fout. Ik dacht dat hier al kunnen we hier weer die bunnies vangen, hè? Als we weer een spelletje spelen, krijgen we dan weer een gratis ster. We kunnen hier heel veel targets vinden. Hallo. Ik bedoel, het is wel leuk om hier weer terug te komen. Daar niet van. Ik bedoel, hier zijn we ons avontuur gestart, maar... Of is het alleen maar op Starbits te verzamelen? Ik zou het zelf niet weten. Maar ondertussen dat ik hier dus nou gezellig sta... Kan ik dus wel beginnen over... Hey, kijk, daar hebben we Rosalina. Kan ik dus wel gezellig beginnen eventjes over iets van... Maar ik keer dus mijn eigen... Gruwelijk aan erger. Hoi. This planet is very dear to me. I look forward to visiting this planet with the Lumas every 100 years. The Luma that's been traveling with you may also grow up to be a star someday. Some Lumas became planets, some became comets, and some became power stars. I'm traveling with them when they are looking in the place we don't blah blah blah. But I never thought all this would happen. Dat kan. Whoa, Mama must really trust you. Well, how about this? If you grab all 100 purple coins here, you can earn my trust too. Red stars, hold the power of the red Lumas. But this is really amazing part about them. They allow you to fly after you spin in midair. Yes, fly. While pressing A, you can pick up the direction where you want to put something. Ja, oké. Dus dit is weer een purple coin missie. Secretly. Wat ik helemaal vergeten was. Maar als je dus gaat spinnen in midair, dan kun je dus rondvliegen. En wat zie je dus willen dat je gaat doen, is 100 muntjes gaan pakken. Nou kan ik wel weer een fast forward erin gooien. Maar aangezien dat dit wel een leuke introductie is voor de purple coin missies, die we dus zeg maar nog niet hebben gehad, wil ik eigenlijk over het een en ander dan lekker kunnen babbelen. Ondertussen dat we hier dus zeg maar de muntjes verzamelen. En ja, ik weet dat ik mis er af en toe een paar. Maar ik vlieg gewoon 200 keer dan zeg maar hetzelfde rondje voordat ik ze allemaal heb in de lucht. Nou, vroeger in videogames, oh jee, gaat het over vroeger hebben. Ja, wees maar bang. En hallo, kan ik alsjeblieft een beetje sturen zeg maar? Ik wil niet zo laag vliegen. Nou, dat is al rondje 2 die we gaan maken. Nou, met het derde rondje wil ik alles hebben. Het is echt lastig om te sturen af en toe, hè. De diepte is moeilijk te vinden, maar... Vroeger in videogames, als je een spelletje wou stoppen of zo, of als je lekker lang aan het spelen was en je zat helemaal in het spel, geen enkel probleem! En ik word hier niet vrolijk van! Maar goed, tegenwoordig is het dus zo, op het moment dat je dus zeg maar videogames speelt, dat ze of 300 keer aan je gaan vragen van weet je zeker dat je wil stoppen met spelen? Dan heb je hem opgeslagen en dan vragen ze je nog een keer, weet je het echt zeker? Weet je echt super super zeker dat je wil stoppen met spelen? Weet je het zeker? Weet je zeker dat je hebt opgeslagen? Al je als je niet hebt opgeslagen raak je alles kwijt, yada yada yada, dat soort dingen. Mag ik de camera draaien? Hallo? Hallo? Jesus! Het spel haat mij. Dank je. Dus ja, ze vragen echt 300 keer ondertussen wel niet of je je spel opgeslagen of zo. Voordat je eindelijk een spel kan afsluiten. Mag ik? Ik word hier echt niet vrolijk van. Ik word hier zo niet vrolijk van. Het is net weer als een Mario 64 dat ik die rode muntjes moest gaan pakken terwijl ik aan het vliegen was. Ik bedoel, zelfs die vliegcontroles die waren lastig. Maar niet zo lastig als deze, omdat je zit hier in een zwaartekrachtcirkel. En ik beweeg nou helemaal mee met de controller om maar die muntjes te kunnen... Tuurlijk! Goed. Maar goed, wat ik dus probeer duidelijk te maken is gewoon van ja, net zoals in dit spel hebben ze het nog niet meer zoals jullie weten. In Mario Galaxy 2 hebben ze dat erin gevoerd van hey, je bent al een tijdje aan het spelen. Is het niet tijd om even rust te nemen? Dat maak je zelf toch wel uit. Ik bedoel, ik weet het, het staat op die waarschuwingen. Voordat je je Wii aanzet krijg je zo'n waarschuwing van hou er rekening mee dat je wel om de zoveel tijd pauze neemt. En dat stond vroeger op de NES stond dat ook al in die boekjes, die waarschuwingen. Logisch dat die waarschuwingen er staan, want ze moeten natuurlijk wel zorgen dat je wel over de veiligheidsvoorwaarden weet om zo'n ding te kunnen gebruiken.
Oh my. Mag ik als... Ik weet het, jullie zitten nou echt gewoon te facepalmen van pak die muntjes. Maar het is niet zo makkelijk. Was het maar zo makkelijk. Ik zal eventjes mijn rode ster eventjes hervullen. Nee, maar ik vind dat gewoon echt zo'n... Dat is gewoon een issue. En dan mag ik misschien wel een zeurkousen zijn dan. Of een mouwfiets. Of hoe dat je hem ook wil noemen op dat punt. Dus wel, ik ga gewoon voor dat muntje. Hey! Hey! Oké, volgens mij heb ik al een muntje nou in de lucht. Maar, ja, ik weet niet. Ik vind het persoonlijk... Ik stoor me daar echt aan. Ocarina of Time bijvoorbeeld. Als ik Ocarina of Time aan het spelen ben. De oorspronkelijke? Geen probleem. Navi is irritant, maar nog niet zo irritant. In de 3DS versie houdt ze de kop niet. Dan is het van, jij bent al een tijdje aan het spelen. Zou je niet al eventjes rusten? Daardoor hoeft het spel echt niet onderbroken te worden. Je hoeft echt mij niet te vertellen van, hé, je bent al een tijdje aan het spelen. Ik bedoel, vroeger deed mijn moeder dat altijd. Mijn moeder die zei dan van, ja Stefan, je bent nou al een tijdje aan het spelen. Het is mooi geweest voor vandaag. Daar hadden we moeders voor om dat te zeggen. Nou zegt het spel, dat spel hoort het niet te zeggen. Het spel hoort alleen maar de waarschuwing te geven van, hou er wel rekening mee dat je af en toe een keer pauze neemt. En dan houdt het mee op. Voor de rest moet het gewoon zijn mond houden. En gewoon het spel spelen. Ik vind het zo erg dat ze dat soort dingen gewoon echt in de verhaallijn verwerken. Van, dat je echt eventjes onderbroken wordt van, hé, je bent al een tijdje aan het spelen. Ik weet niet, misschien rand ik hier een beetje over door. Maar laat jullie ervaring daarmee weten in de reacties. Ik ben er zelf echt totaal op tegen. Ik heb er een gruwelijke hekel aan. En ik ben blij dat ik het in Mario Kart 8 nog niet tegen ben gekomen. En ja, om heel eerlijk te zijn, bij de andere Wii U spellen ben ik het nog weer wel tegengekomen. Nou ja, Nintendo Land ook nog niet zozeer. Oké, ik heb nog maar 10 muntjes. Nou, dan zijn er hier 3. Dus ondertussen dat ik hier lekker heb lopen ranten over dat soort gebeuren, moet ik zeggen, ik mis dat toch wel een beetje. Net zoals tutorials en al die onzin. Vroeger hadden we helemaal geen tutorials. Je zag iets, je had een obstakel. En hoe kom ik hier verder? Wat is een zwakke punt? Dat moest je gewoon allemaal onderzoeken. En dat was videogaming. Dat was gewoon gaaf. Ik vond het echt gaaf dat je gewoon zelf alles moest onderzoeken. En je voelde ook echt je eigen als een winnaar op het moment dat je dan had uitgevonden wat zo'n zwakke punt was en alles. En hoe dat je ergens kon komen. Vergeet niet, er was nog geen internet, hè. Dus we konden het niet opzoeken. We moesten het echt allemaal zelf doen. Maar goed, we hebben alle 100 muntjes. En ik zal ophouden met de ranten over vroegere spellen en tegenwoordige spellen. Want ik moet heel eerlijk zeggen, vroegere spellen, ja, oké, die waren 8-bit. En die hadden geen 3D-graphics en alles. Tegenwoordig speel je in full 3D. Dus er zijn ook hele goede upgrades natuurlijk in de toekomst, hè. Ik bedoel, alles heeft zijn goede dingen en zijn nadelen. Dat is gewoon een feit. En ik, ja, vind dat zelf persoonlijk toch... Ik vond het even leuk om dat nog wel eventjes te vertellen. Nou, in ieder geval, we hebben dus nou een rode ster. En een rode ster, die zorgt ervoor dat we kunnen vliegen. Wat leuk! Dus we hebben een normale ster, purple coin. En we hebben dus een rode ster als boeiendheid. En met dat wil ik het wel laten voor deze aflevering. Dus we hebben storyline gedaan, we hebben een rode ster te pakken gekregen. En nou zouden we dus zeg maar hier rond kunnen vliegen. En ja, dit telt als een ster. Voor de mensen die het willen weten. Zie? Galaxy is compleet. Highscore is updated. We zijn hartstikke blij. Hungry Luma has appeared. Joep die frickity doo. Die staat daar. Leuk voor je. Wij gaan in de volgende aflevering naar de Garden. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Of laat natuurlijk jijzelf je eigen ervaring weten met games van vroeger. Als je daar de ervaring mee hebt natuurlijk. En ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende aflevering. En ja, doe de reactie alleen maar als je er de tijd voor hebt natuurlijk. Met een likeje als je daar ook de tijd voor hebt. En ik zie dat we een gigantisch aantal van prankster comments hier hebben. Ik denk dat we in de volgende aflevering zeker deze even mee gaan nemen. Maar dat we zeker ook naar de nieuwe Galaxy toe gaan. Dus dat doen we morgen. Ik dank jullie voor het kijken en tot morgen. Doei!